Een deel van het kabinet dat komt vanmiddag bij elkaar. Eerst komt dat OMT bij elkaar. Daarna reist Jaap van Dissel naar Den Haag om te spreken met premier Rutte en een aantal andere ministers. En dan gaan ze het hebben over dat gemuteerde coronavirus. De Britse variant die nog besmettelijker is. We maken ons er toch een beetje ongerust over. Want leidt dat dan toch straks nog tot meer maatregelen of een langere lockdown? Ik heb het er nu over met de deal daarvan. Natuurlijk nu al het zwaarste pakket aan. De nood is echt ontzettend hoog. En daarom doet de burgemeester van Apeldoorn, Ton Heerts, zij is ook voorzitter van de veiligheidsregio Noordoost-Gelderland, die doet nu een oproep aan privéklinieken. Van Ton Heerts aan die privéklinieken. Hij zegt tegen Omroep Gelderland, we hebben echt iedereen nodig. Het is echt heel ernstig op dit moment. Nou ja, dus de hoop van hem dat die privéklinieken gaan helpen. Ja. Uit gaat nou, zien. Heel leuk dat je dat vraagt, want daar kan ik je zeker meer over vertellen. Ja, we kijken natuurlijk normaal gesproken, of veel mensen kijken natuurlijk, tijdens Oudejaarsavond naar NPO 1 en 2. Tijdens de middernacht om 12 uur naar dat nationale aftelmoment. Maar ja, dit jaar geen gigantisch grote vuurwerkshow. Want ook op televisie kunnen we niet van vuurwerk gaan genieten. Want het mag gewoonweg niet afgestoken worden. Ook niet voor zo'n tv-spektakel. Nou, gelukkig wordt er wel aan een alternatief gewerkt in de Johan Cruijff. Want ook de kritisch planbare zorg is in gevaar. Ja, kritisch planbare zorg. Het is misschien een term wat ons niet allemaal meteen zegt wat daar dan mee bedoeld wordt. Dus om het even concreet te maken, dat gaat dus bijvoorbeeld om operaties waarbij kankertumoren weg worden gehaald. Het gaat om chemotherapieën. Het gaat om nier- en stamceltransplantaties. Ja, je moet er toch niet aan denken dat dit soort ingrepen weer worden uitgesteld. Nou, dat is wel een serieus gevaar. Daarvoor waarschuwt de Nederlandse Zorgautoriteit vandaag in de Telegraaf. Dat zou natuurlijk een heel nieuw dieptepunt zijn alweer. Ik hoef denk ik niet uit te leggen wat uitstel voor verschrikkelijke gevolgen kan hebben voor bijvoorbeeld kankerpatiënten. We hebben nu live verbinding met Peter Langenbach. Hij is bestuurder van het Maastadziekenhuis in Rotterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dit scenario bij jullie ook al heel erg dichtbij? Voor de komende weken een planning waarbij de kritisch planbare zorg doorgang kan vinden in onze regio en ook in het Maastadziekenhuis. Ja, gelukkig. En denkt u ook dat dit zo blijft dus voorlopig nog? Of dreigt het scenario wel ook voor jullie? We hebben elkaar dit jaar ontzettend veel tikkies gestuurd. Ja, en onze krent eruit. We hebben elkaar zelfs tikkies gestuurd voor een mondkapje. Jawel. Ja, er zijn meer betaalverzoeken gedaan dan in dit coronajaar. Dat zijn puzzels, planten en dus die mondkapjes. En dan denk je bij mondkapje, nou ja, waarom zou je elkaar daarvoor nou een tikkie sturen? Want hoeveel kost dat nou eigenlijk? Maar Nederlanders zijn zuinig. Voor ruim 2%, in ruim 2% van de gevallen wordt er een tikkie gestuurd voor 2 euro of minder. Oh, dat kan echt alleen in Nederland. Ja. Tikkies voor boodschappen eten, afhaal. Over 10 te zien op Nieuwjaarsdag op NPO 1. Dat is de eerste aflevering. En uiteindelijk wordt het een hele wedstrijd om een trofee. Spannend. Ja, een online pubquiz. U bent de schuwing in het zuidoosten van het land. Kan het plaatselijk echt heel erg glad zijn. Het KNMI heeft code geel afgegeven. En in Gelderland zijn die strooiwagens massaal de weg op gegaan. Nou, als we dan kijken naar het weerplaatje voor de rest van de dag, dan zien we dat er vooral veel